Technisch directeur Joris Matthijssen, wat vindt u van het vertrek? Zeer teleurstellend, uiteraard. Ja, het is een heel rare week. Hè? Dinsdag dat statement van de supporters van hij moet weg. Woensdag de steun van het bestuur richting Van Looy. En donderdag stapt hij zelf op. Hoe kijk jij tegen deze week aan? Ja, wij betreuren natuurlijk de situatie die de afgelopen dagen zijn ontstaan. Allereerst dat statement op dinsdag. Nou, daar hebben wij als directie en raad van commissarissen woensdag weer op gereageerd. Ja, en daarna, een dag later, neemt Erwin de beslissing om te stoppen. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt van ja, in zo'n cruciale fase komt niet echt goed uit. Nee, dat komt nooit goed uit. Maar zeker niet in deze fase, dat klopt. Erwin vindt dat de focus te veel op hem ligt en niet op het steunen van de ploeg. En daarom heeft hij deze beslissing genomen. En deelt u die mening? Het was een behoorlijk statement, dat hebben wij ook laten weten een dag later. Dat vinden wij ook, en met name de manier waarop. Je mag een mening nemen als supporter. Wij delen die zorg ook, overigens, dat staat er ook in. Wij vinden ook dat er iets moet veranderen, maar dat wilden wij met deze trainer absoluut nog voortzetten. Maar de manier waarop, niet in gesprek gaan, maar in één keer zo'n statement online, ja, dat is onmenselijk wat wij als geven. En niet des Willem II. Dat vinden wij ervan. Maar kun je nu zeggen, nu de week verder is gevorderd, dat Van der Looy gezwicht is onder de druk van de supporters? Dat zou je Erwin moeten vragen. Nou, wat Erwin kwijt wilde, dat staat op de site. Maar dan moet je echt bij hem zijn. Ja. Vind jij dat hij gezwicht is onder de druk van de supporters? Nee, wij betreuren het. Wij hebben uiteraard overleg gehad. En uiteindelijk is het de beslissing van Erwin geweest. Dan moet je bij hem zijn. Ja, als we dan kijken naar aanstaande zondag of zaterdag tegen PSV. Mm-hmm. Daar zit de interim op de bank. Is dat eenmalig of gaan we dat vaker zien? Dat weten we nog niet. Wij hebben bij de spelers ook bekendgemaakt dat Reinier Robbenmond per direct de taken overneemt als hoofdtrainer. Dat zal in ieder geval zijn vandaag, morgen en de wedstrijd tegen PSV. Geassisteerd door Doran Konijen en Harald Wapenaar, die nu ook al de assistenten zijn. Mm-hmm. En wij beraden ons in die tussentijd op hoe het verder moet na zaterdag. Hoop je op het Robbenmond effect? Ja, het is natuurlijk vandaag een trieste dag. Erwin die afscheid heeft genomen. Maar het doel moet wel zijn dat wij zo snel mogelijk het eredivisieschap veilig gaan stellen. En daar hebben we absoluut onze supporters ook bij nodig. En daar hebben we mensen bij nodig die er alles voor doen. Nou, dat doet deze staf, dat deed deze staf samen met de spelers. Dat wordt vaak niet gezien hoe hard er gewerkt wordt. Maar wij zijn daar 24 uur per dag op dit moment mee bezig. Doen er alles aan. Ja, daar hebben we zaterdag onze fans ook bij nodig. En dan denk ik dat wij zeker resultaat kunnen halen tegen PSV. Ja, maar de verhouding tussen Willem II en de fans, zal ik maar zeggen, is op dit moment niet echt lekker door dat statement van dinsdag. Wat ga je er doen om dat toch weer beter te maken? Nou, wij gaan ervan uit dat onze supporters zaterdag gewoon de ploeg ondersteunen. Er is een statement geweest, wij hebben erop gereageerd. Maar we moeten nu al verder, want het is één ding is belangrijk en dat is de club. En wij als professionals werken daarvoor. En een fan die zit wellicht al heel zijn leven op de tribune hier en heeft clubliefde. En samen hebben we een doel en dat is het eredivisieschap veiligstellen. Dus daar hebben we onze fans bij nodig en daar gaan we ook vanuit dat zij die ondersteuning gaan geven. Peter Hiballa, is die in beeld om hier de trainer te worden? Ja, uiteraard kan ik niet op naam ingaan nu. Het is zo vers allemaal nog. Deze dag moeten we gebruiken om na te denken. De spelersgroep heeft dat ook gedaan. Die hebben wel getraind. En morgen gaat volledig het vizier op PSV.